Voordat je die verplaatst, kan je beter misschien die verplaatsen. Nee, dacht ik nog wat meer dichterbij. Tijdig. Stipt. Punctueel. Zo doen we het op het Poëzie en Pils kanaal. Hoppakee. Deze maand, nieuwe bespreking inderdaad. We bespreken Godfates van Asha Karami. Fijn dat je weer kijkt naar ons kanaal. Lars, mag ik de vraag een keer stellen? Dat was wel een verandering. Wie is Asha Karami eigenlijk? Asha Karami is natuurlijk dichter. Godfates is haar debuut bij de Bezige Bij. Ze publiceerde ook al eerder bij Het Liefend Konijn, in Nie, op Sample Kennen. Ze heeft gestudeerd aan de Schrijversvakschool. In Amsterdam. En ze is genomineerd voor de Herman de Koning Poëzieprijs en voor de Grote Poëzieprijs. Dus oh, fingers crossed, get it. Hopelijk wordt het. Daarnaast is ze jeugdarts. Oh. Dus ze hasselt hier, hasselt daar. Heeft overal een beetje die steady cashflow. Maar we gaan ons vandaag niet focussen op haar medische kant, maar meer op haar poëtische kant. Nou, voordat we beginnen moeten we voor de andere helft van onze brand waarmaken. En pils natuurlijk. Pilsgedeelte. We hebben wel een erg speciaal biertje, namelijk we hebben een Russisch biertje. Een Russisch? We hebben een Russische Imperial Stout. Kun jij de naam uitspreken? Komt hij in één keer. Vasileo Strovskaya. Da. Dat is de brewery trouwens. Het biermerk is... Ravnodenstivi. We moeten heel eerlijk zeggen, dit is niet de meest diepgaande bierkeuze die we ooit gemaakt hebben. Maar het Godfates natuurlijk. Dag en nacht. Dag en nacht. Een belangrijke rol ook in gezichtje in een zon. Niettemin, ik hoop dat ze lekker zijn, dus laten we hem open knallen. Oeh. Dus, flashbacks naar onze aflevering over Jonathan. Hoe gaat het met Jonathan eigenlijk? Jonathan, als je kijkt... Laat eens iets weten. Laat even weten hoe het met je gaat. Waar ben je? Laat even een comment achter in de comment sectie. Ik bedoel... Toon engagement. Proost. Cheers. Laten we de bundel... ingaan. Want er staat veel spel in deze bundel. Er is veel gaande. Maar een van de eerste dingen die mij opviel tijdens het lezen is dat Asha een enorm scherp gevoel heeft voor humor. En dat kun je voornamelijk zien al in een van de eerste gedichten op pagina 15. Het gedicht heet Het zit in je. Ik wil graag aan jou vragen of jij het wil voorlezen. Maar natuurlijk, Lars. Het zit in je. Om mijn moeder te zien ga ik naar Holland Casino. Ladies Night, gratis drankje. Vind ik haar bij de roulette. Extreem gedehydreerd. Vertelt dat in de toekomst gezelschap van de mens onnodig is door robots. Belooft me er één en dat een meisje door te veel deo is overleden. Als haar 100 op zwart verliest, zegt ze dat ik ongeluk breng met de zachte G. Ik vraag welke 3 woorden wil je dat mensen noemen als ze aan je denken. Gul, 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 gul. Een vogel. Dit was opgedeeld in... hoofdstukken. We hebben besloten om dat grotendeels uit de recensie te laten. Of uit de bespreking te laten. Uit de bespreking. Maar het is wel belangrijk om ze even te noemen. Ja, en dit valt dus onder het hoofdstuk Banhua, vertaald naar agitatie. Ik geloof dat je dat enorm geboetcherd hebt. Ik denk dat ik dit enorm geboetcherd heb. Excuses daarvoor. Het zit in je. De ik in dit gedicht start het gedicht enorm grappig. Mm-hmm. Eigenlijk. Om mijn moeder te zien ga ik naar Holland Casino, Ladies Night, gratis drankje. Er worden een paar beelden achter elkaar gegooid. Ladies Night, gratis drankje. Die zijn vaak sowieso onlosmakelijk. Maar al snel komen we erachter dat achter deze tocht naar haar moeder toe... Achter de beelden... schuilt eigenlijk veel meer een soort van nare ondertoon. En haar moeder vertelt haar dat het gezelschap van mensen binnenkort onnodig is door... robots. Mm-hmm. Dus wat er gebeurt is, die dochter gaat daarheen. Met het idee misschien wel, oh ik ben blij als ik mijn moeder even zie, want ze is niet thuis. We gaan even connecten, we gaan even bonden. En zij zegt, gezelschap van de mensen onnodig straks. Dus als ze naar uitkijkt, ik geef jou ook een robot, hoef je niet meer naar mijn ladies uit te komen. En dan hoeven we ook niet meer met elkaar te praten eigenlijk. Want gezelschap wordt toch onnodig. Ik kan mijn tijd al beter besteden, namelijk door 100 op zwart te leggen. Inderdaad, en zodra ze verliest, gelijk haar dochter de schuld te geven. Dus hoewel het heel grappig begint,
En ook wel hele geinige beelden heeft. Zeker door de absurditeit van de conversatie tussen robots en dat meisje dat overleden is door te veel deodorant. Ja, er worden bepaalde tussenstukjes worden weggelaten, waardoor de volgorde van het gesprek opeens wordt inderdaad dat vrij absurd. Mm-hmm. Het gaat van gezelschap van de mens, waardoor je denkt, oké, je hebt elkaar net ontmoet. Jullie hebben het over gezelschap. Wat kom je doen? Kom je gezelschap houden? Robots. Mm-hmm. En daarna worden de dingen weggelaten. Als we kijken naar wat de titel is van het gedicht, Het zit in je, verklapt het eigenlijk iets zeg maar, over de gemoedstoestand van de ik. De ik weet dat haar moeder in het Holland Casino zit. Ze weet, ladies night, gratis drankje. Er worden eigenlijk twee verslavingen aangestipt meteen. Mm-hmm. Alcohol en gokken. Mm-hmm. En zeker als ze weet dat haar moeder, ze vindt haar moeder bij de roulette, extreem gedehydreerd. Waarschijnlijk heel veel drank gedronken, waardoor je dus uitdroogt. Wat ik interessant vind, is dat er dus een kiem, waarschijnlijk door de ik gelegd is, die weet, dit zit ook in mij. Ik zou net zo goed mijn moeder kunnen zijn, hier aan de goktafel, bij de roulette tafel, die 100 op zwart verliest. Yeah. En die hele verslaving zit er dan al in, dat die moeder ook zegt dat het haar schuld is dat zij verliest. Zij brengt ongeluk. En ik denk dat die kiem van ontevreden, leegte, die angst zeg maar dat de genen van haar moeder overgezet zijn naar haar, kunnen we terugvinden in het gedicht daarvoor eigenlijk al. Utilitaire lafheid. En dat zou ik graag nog even voorlezen. Utilitaire lafheid. Ik probeer te vertrouwen op het zelfreinigende vermogen van mijn lichaam en ben gestopt met douchen. Me gisteren weer kapot gezopen. In de pels besloten naar Amsterdam te verhuizen. Iedereen vraagt steeds wat er gebeurt. Wat gebeurt er? Er gebeurt helemaal niets. Ik zit hier gewoon en er gebeurt niets. Een robot maakt geen verhalen van patronen. Praktische dagelijkse dingen is waar ik last van heb. Niet kunnen fietsen door te grote schaamlippen. Nagestaard in de sauna en geen strakke broeken. Mensen hebben me vaak verkeerd begrepen of voor gek uitgemaakt. De wereld is erg veranderd. De laatste keer dat ik iemand sprak, was toen oma overleed. En als we het hebben over die leegte, of zeg maar diegene die die moeder wellicht naar haar overgedragen heeft, merk ik hier een soort van lusteloosheid. Een soort apathie richting de wereld toe. Ja. Yeah. En dat was misschien al voor de mensen die goed hebben geluisterd naar het vorige gedicht, een beetje evident, maar dat die lusteloosheid, apathie, dat het last van het alledaagse is ook waar veel van de humor uit de bundel uit voorkomt. Ja, een zin op zichzelf als me gisteren weer kapot gezopen, in de pels besloten naar Amsterdam te verhuizen, kan op zichzelf is heel grappig. Kan heel grappig zijn, maar er wordt een context omheen gegeven waardoor zo'n zin eigenlijk iets heel tragisch krijgt. Het wordt een beetje tragicomisch. Ja, tragicomisch is een goed woord. En dat is eigenlijk wat er door de hele bundel een beetje heen beweegt. De hele tijd zeg maar dat proberen zich vast te houden aan die momenten dat het dan wel goed gaat, maar constant onderuit worden gehaald door de werkelijkheid die de ik inhaalt. Want zo'n zin als bijvoorbeeld, ik probeer te vertrouwen op het zelfreinigende vermogen van mijn lichaam en ben gestopt met douchen, op zichzelf is het heel geestig. Ik heb dat eerder gehoord. Ja. Het zelfreinigende vermogen. Ik herken het. Ik heb mensen dit ook wel horen zeggen. Mensen die dan één keer per week douchen bijvoorbeeld. Shampoo is een sham. Wat op zichzelf, deze zin staat niet op zichzelf, maar staat in connectie met de rest van het gedicht. En wanneer de ik dit zegt en dan ook zegt, iedereen vraagt steeds wat er gebeurt. Een robot maakt geen verhalen van patronen. Lees ik hier eigenlijk meer een onderliggend onvermogen om connectie aan te gaan met de wereld. Om dus patronen verhalen te maken van patronen. Om te vertellen wat er gebeurt, wat er om je heen gaat. Waardoor praktische dingen, degene die het meest je aan herinneren dat je ergens bent. Je wordt teruggereduceerd naar je soort lichamelijkheid, terwijl je eigenlijk vastzit in je hoofd. En daarom staat er ook een regel als, mensen hebben me vaak verkeerd begrepen of voor gek uitgemaakt. Die robot, om daarop terug te komen. Natuurlijk zit die in het volgende gedicht. Een robot, dat is een bepaald soort consistentie op deze twee pagina's. Maar ook het menselijk brein heeft heel erg de neiging om patronen te zien in chaos om ons heen. Mm-hmm. Hoe ontstaan er anders conspiracies bijvoorbeeld? Of complottheorieën? Bijvoorbeeld.
Maar ook hele simpele dingen. Waar gewoon totaal geen rhyme or reason achter zit. Het menselijk brein vindt het prettig om daar een bepaald patroon van te maken. En als er iets staat als een robot maakt geen verhalen van patronen, er gebeurt niets. Dat heeft ook iets heel cynisch voor mij. Of zo. Ja. Alsof het is een bepaalde leegte. Het is bijna een beetje het onschadelijk maken van poëzie aan zichzelf. Poëzie gedijt juist bij dat mensen patronen gaan herkennen. Dingen aan elkaar linken. Zoals ik net al deed met die robot. Als je bijvoorbeeld de hele bekende uitspraak van Gertrude Stein pakt. Een roos is een roos is een roos is een roos. Dat zou een robot nooit kunnen verzinnen. Een robot zou zeggen, een roos is een bloemsoort van deze soort en deze stam en deze familie. Die ziet geen patronen bij de rest. En daarom, zo'n alinea, zo'n strofe als iedereen vraagt steeds wat er gebeurt, is het bijna het onschadelijk maken van hoe poëzie op een wezenlijk niveau kan werken. Het is een vraag inderdaad die je vaak hoort in poëzie redacties van, wat gebeurt er in dit? Precies, wat gebeurt er in dit? Is het beeld duidelijk? Maar het is ook breder dan. Het is ook gewoon in het leven of zo. Als je inderdaad die leegte voelt of een bepaald cynisme over je heen hebt hangen, dat het ook gewoon minder uitmaakt. Mm-hmm. Allemaal of zo. En dat als je zit met een kater van de dag ervoor in de pels, dat het allemaal niet zo lijkt uit te maken. En ook niet uit elkaar lijkt voort te vloeien. En niet dat het wel een aaneenschakeling van gebeurtenissen is, maar het is niet... Ik kom net niet op het ding wat ik bedoel, maar het is een aaneenschakeling van gebeurtenissen, maar er gebeurt niets. Het is een beetje een dood spoor, als het ware. Het heeft geen connectie met de rest. Het zijn geen patronen. Er valt daar een boek om en er staat daar een raam open, maar die zijn compleet los van elkaar. Ja. Je ziet niet een verband. Precies. En als doordat zeg maar de ik-persoon hier helemaal leeg is, en gestopt is met douchen, geen patronen meer, geen verhalen meer kan maken van patronen. En uiteindelijk zegt, de wereld is erg veranderd. Hebben we het dan over de wereld aan zich? Of hebben we het over de wereld van de ik-persoon? Het is heel moeilijk om te beargumenteren of de wereld verandert of jij. Want beide zijn constant in beweging. Mm-hmm. Maar met, zeg maar, en dan ga ik even mijn non-robothoofd aanzetten en toch patronen zoeken. Mm-hmm. Dan denk ik dat, zeker, dat het toch de ik is die in dit gedicht stilstaat. Drastisch veranderd is. Ja. Ten opzichte van de wereld. De laatste keer dat ik iemand sprak, was toen oma overleed. Dus we hebben hier te maken met een soort emotie. Waardoor de ik niet meer... Compleet afgesloten. Ja, compleet afgesloten, waardoor de ik waarschijnlijk denkt, oh, de rest, de wereld is zo veranderd, ik ben niet veranderd, ik ben altijd nog gewoon die ik geweest, precies zoals je zegt. Ja. En hoe dit gevoel ontstaat, of wat de gevolgen zijn van dit gevoel, kunnen we zien in een ander gedicht. Namelijk in het gedicht op bladzijde 27. Ik werk niet meer voor jullie. Ik zal het graag voorlezen. Ja. Voordat ik het voorlees wil ik graag heel even opnieuw benadrukken hoe dit gedicht humor gebruikt. Zodat je niet op het eerste moment ziet hoe tragisch het is. Ik werk niet meer voor jullie. Dit was de laatste keer dat ik op mijn werkmail inlogde. Ik ben niet meer het monster dat ik was. In mijn leven heb ik niet een eerlijk deel van de taart gehad. Vanaf nu zou ik me scherp afscheiden van mijn omgeving. Ik pak even mijn agenda erbij. Vandaag besluit ik morgen te beginnen. Nog één laatste keer proberen om verdorie te herstellen. Ik ben geboren met 2 vagina's en ik geloof niet in deuren. Dit is al mijn 3e dood en ik ben nog maar in mijn 30. Ik geloof ook niet in burgeroorlogen. Al haat ik jouw cultuur. Misschien zijn we familie, want ik heb ergens nog 2 halfbroers lopen. Als ik overlijd wil ik erbij zijn. Ik wil het niet in mijn slaap, ik wil afscheid nemen, niet zonder mij doodgaan. Kijk, hier hebben we precies hetzelfde weer als in het vorige gedicht. Namelijk, het begin is enorm geestig, op zichzelf. Als losse zin, dit was de laatste keer dat ik op mijn werkmail inlogde, is dat... Kan 2 kanten op. Het is zo... Kijk, het is ten eerste... Het is niet per se alle dagen, misschien niet elke dag... Besluiten om zeg maar, ontslag te nemen, maar er is iets met deze zin die zo uneventful is en zo... Zo'n minuscule milestone. Het is alle dingen waarvan je afscheid kan nemen op je werk, je collega's,
je werkplek, je kantoor. Het was de laatste keer dat ik in mijn werkmail inlogde. Ja. Ja, ik weet niet, werkmail is zo'n begrip of zo. En werkmail is ook zo. Het is zo typisch. Het is iets alledaags, het is een beetje lullig, het is heel erg kantoor-ish. Ja, ik weet, het maakt de zin gewoon ontzettend geestig. Maar dan komt er de follow-up. Ik ben niet meer het monster dat ik was. Oftewel, hey, er komt meteen een draai wordt er gegeven aan niet alleen de ik, maar ook aan de werkmail. Er is iets dus gebeurd op werk, waardoor de ik zich heeft gevoeld als een monster. Als iemand die er niet mag zijn. Kijk, monsters worden gemaakt. Mensen, dieren, dingen worden tot monster gebombardeerd, als het ware. Ze worden object gemaakt. Iets wat we verachtelijk vinden. En dat monsteraspect, dat objectaspect, dat zien we bijvoorbeeld terug bij... In mijn leven heb ik niet een eerlijk deel van de taart gehad. Ofwel, van jongs af aan, of van een hele lange tijd, zijn mijn kansen mij ontnomen. Ja, ben benadeeld. Benadeeld. En ja, dus wiens schuld was dat? De omgeving. De omgeving. Wij hebben Asha Karami's bundel Godface geïntroduceerd op een bundelpresentatie. Ja. We deden een korte intro van tevoren. In het interview verder zei Asha Karami dat ze veel uit haar dromen haalde. En dat het monster, toen ging het ook een tijdje over deze zin, omdat meer mensen waren enthousiast over die zin, over de werkmail. Toen zei ze dat ze in haar droom, dat ze droomde over dat zij Frankensteins monster was. Het monster van Frankenstein is ook een monster dat van elkaar, met allemaal stukjes bij elkaar genaaid is en ook eigenlijk mens wilde zijn. Ja, maar dat het gemaakt was en verstoten werd door de omgeving. Mensen hebben me vaak verkeerd begrepen of voor gek uitgemaakt. Precies. Dus net zoals een monster van Frankenstein wordt in leven wordt gewekt en daarna met hooivorken wordt opgejaagd, is de ik hier ook net zo verstoten door de omgeving omdat het niet past binnenin de wereld waarin de ik zich beweegt. Er wordt een suggestie gemaakt dat de ik verstoten is, wellicht door het gegeven van: ik ben geboren met 2 vagina's. Dit zien we dan ook terug. Linkt weer terug. In het gedicht daar hiervoor. Autoritaire lafheid. Niet kunnen fietsen door te grote schaamlippen. Waardoor dus die twee dingen weer met elkaar een verhouding aan lijken te gaan. Yeah. Er is iets lichamelijks, net als bij het monster van Frankenstein, dat niet aansluit, niet past volgens de omgeving. Daardoor is de ik, moet zichzelf constant opnieuw uitvinden. Hoe moet ik me dan wel verhouden? Hoe moet ik me dan wel opstellen naar de rest? Dit is al mijn derde dood. En ik ben er maar in mijn 30. En daar wordt die werkmail toch echt iets anders dan een outlook. En ik denk wat heel erg interessant is, als we dat gemaakt worden door je omgeving terwijl je daar niet eigenlijk bij hoort. Of niet tot conformeren. Als we nou dat hele aspect pakken van al 3 keer zijn gestorven. Mm-hmm. Hoe eindigt het gedicht? Het eindigt met: als ik overlijd, met doodgaan, wil ik erbij zijn. Ik wil niet in mijn slaap. Ik wil afscheid nemen, niet zonder mij doodgaan. Ja. Oftewel, eigenlijk is er al een afsplitsing ontstaan tussen de ik en de persoon die het zou moeten zijn van de omgeving. En als de ik zou gaan slapen, verdwijnt de echte ik, maar daardoor sterft ook die andere ik. Ik zag dat die derde dood, Asha Karami heeft haar naam een aantal keer veranderd. Ja, althans, dat staat in de bio. Heeft haar naam al 3 keer veranderd. Ze heeft haar naam al 3 keer veranderd. Dat, okay. Ik denk dat die dood, het afscheiden van een omgeving, het realiseren dat je niet eerlijk bent behandeld, geen eerlijk deel van de taart krijgt, stoppen met werken, niet meer op de werkmail inloggen, dat een identiteitsdood is. Of een identiteit is een heel vaag woord, maar een bepaalde... Een soort persoon. Bepaald zijn, ja. dat je bent. En blijkbaar was er een bepaalde tijd dat ik content was met de werkmail. Mm-hmm. Tot er op een gegeven moment iets in elkaar klapte. Op een gegeven moment de realisatie kwam van: dit is niet sustainable. Ik krijg geen eerlijk deel van de taart. Ik stap hieruit. Ik word gezien als een monster. Ik word gezien als een monster. Ik word een nieuwe ik. En dat is een paar keer gebeurd misschien. Mm-hmm. En die laatste dood
is denk ik een veel meer letterlijke dood. Die niet te maken heeft met een identiteit of een... Maar echt met het kloppend hart gewoon. Mm-hmm. Dus zouden we kunnen zeggen dat in tegenstelling tot wij waarschijnlijk eerst dachten, voordat we de aflevering gingen opnemen, dat utilitaire lafheid een soort, dat een precursor is van dit gedicht, dat dit eigenlijk, ik werk niet meer voor jullie, het de wederopstanding is van het loskomen van dat gevoel dat in het eerdere gedicht, wat er in het eerdere gedicht sprake was. Ja, misschien het opbouwen van een nieuw leven, een nieuw wezen, mm-hmm. en dan daarvoor en het, misschien de existentiële leegte was van het niet hebben van een werkmiddel. Bijvoorbeeld. En ik denk, doordat dit ik gegroeid is uit deze situatie, deze patronen ook herkent, dat misschien ook wel het gedicht dat we hierna gaan bespreken, namelijk het titelgedicht. Zullen we dat heel even in unison zeggen? Ja. Klopfisch. Verklaart dat gedicht ook, doordat ik gedrag dat giftig is, herkent en weer anderen kan signaleren. Godfish. Ze ligt lang uit op de grond. Ik kan haar gezicht niet zien, ze is van me afgekeerd. Dat ik me geen zorgen hoef te maken. Dat ik dat ook aan de rest van het onderwijsbureau moet doorgeven. Ze nam vaak rookpauzes, zelfs toen ze 2 keer een uur per week werkte. This world never opens its doors to me. Ze wapperde met haar armen. Van haar therapeut moest ze meer handgebaren maken tijdens het praten. Haar grimas veranderde steeds een beetje meer. Als een grilliger wordende moedervlek waar je je zorgen over maakt. Godface, riep ik. A god that kills you. Ze moest altijd om me lachen. Een keer begon ze te schreeuwen om de knipsels en papier op de grond. Overdreven vonden we het en de baby werd er wakker van. Ze wilde het voor iedereen verpesten, omdat ze zelf niet meedeed. Kwaad zijn is oké, andere mensen lastigvallen niet. Maar iemand was dronken en begon te lachen. Waarop er meer moesten lachen. Al snel was iedereen aan het lachen. We hebben 2 uur lang gelachen. In het park waren de boomstompen verontrustend. Toen we een van de verdwenen bomen vonden, hebben we gewacht. Tot het licht werd en begroeven we hem. Maar haar krijg ik niet mee terug. Ze volgt niet meer. Haar bestaan wordt verzet. Ja. Ik moet nu terugdenken aan het moment dat wij die introductie deden, ja, bij de bundelpresentatie. En daarin was onze analyse dat Godface de veranderlijke identiteit van Karami representeerde. Mm-hmm. En hoe een godface anders is voor iedereen. Mm-hmm. Letterlijk als een gezicht van God. Stel je zou het zo zien, dan zou het altijd anders zijn. Maar denk, toen we het hier voor de opname nog even besproken en nu we hier een beetje over zitten te praten. Ik heb het idee dat een godface helemaal niet zo'n rooskleurig begrip is als wij misschien dachten. Ja. Een godface wordt veel, zeker in dit gedicht, heel erg in verband gezet met een grimas die steeds wat meer verandert. Een moedervlek die steeds meer groeit. Iets dat aan je vastzit. En dat je vermoordt. Godface is misschien helemaal niet iets goed fluïdes. Wat zorgt dat je wendbaarder wordt in een veranderlijke wereld. Het is misschien juist iets dat je terughoudt. Wat je zorgt dat je vervalt in oude, niet per se patronen. Maar oude gewoontes. Oude, of dingen die je langzaam naar je ondergang brengen. Zoals een djinn of een kwade geest. Of een djinn of een gokverslaving. Bijvoorbeeld. Of inderdaad een moedervlek die groeit. En dat uiteindelijk uitgroeit tot kanker bijvoorbeeld. Ja. Wat was haar godface om even te refreshen? Haar godface is, als we het even erbij pakken, is geen patroon, of geen verhaal kunnen maken van patronen. Apathie richting de wereld. Apathie richting de wereld. Niet wassen. Niet wassen. Waarschijnlijk een kiem zit er in haar dat neigt naar drankverslaving. Of een gokverslaving. Ja, omdat haar moeder dat zit in je. Haar moeder heeft dat, maar ik heb me gisteren kapot gezopen. Het is niet, ik was gisteren dronken en ik heb me kapot gezopen. Weer kapot gezopen. En de wereld is erg veranderd. Ik heb niemand meer gesproken vanaf het moment dat mijn oma overleed.
een soort apathisch gevoel om niet te willen deelnemen aan de wereld. Ja, ook om emoties die niet snel... Nou, bijvoorbeeld een keer begon ze te schreeuwen om de knipsels en papieren op de grond. Overdreven vonden we het. En de baby werd, dat is een baby. Ja, dus... Ja, leuk. Maar iedereen bleek dronken. Mm. En de reactie op het overdreven gedoe was lachen. Precies. Dus het wordt ook weggemoffeld. Ja. De situatie, hoe ernstig die ook is. Het is een hele tegendraadse zet mm-hmm. om te schrijven over Godface. Want je eigenlijk doe je dat niet. Eigenlijk drink je. Ja. Eigenlijk gok je. Eigenlijk rook je een sigaret. Het wordt ook nergens... Het wordt constant gerefereerd naar als een Godface. Ja. Het is ook misschien... Het is een misleiding. Ja. Misschien een masker. Ja, het is zoals je bijvoorbeeld... Ik ga weer terug naar de alcoholverslaving. Dat het natuurlijk in het moment zelf is het allemaal heel goed. En besluit je om naar Amsterdam te verhuizen. Ja. Wat je ook alleen maar kan beslissen als je fucking dronken bent. Sorry, Amsterdam-verslaving. Het is een god face, maar het is... Wat zit erachter? Of een god mask zou je het kunnen. Wat is het? Het is eigenlijk een leech. Yeah. Of een gewicht aan je been. Het is helemaal niets geruststellend. Dat hebben we goed misvat, denk ik, in de eerste analyse die we hiervan hadden. Dat die wat wij lazen als veranderlijkheid eigenlijk het gebrek aan houvast zou kunnen zijn. Mm-hmm. Dat wat wij lazen als een fluïde meerstemmigheid misschien ook het zoeken naar een stem was. Maar hey, aan het eind van de dag, lees de bundel en deel met ons wat jij denkt. Precies. Oh mijn god. Godface van Asha Karami. Godface. Ligt in de winkel. Zoals ik zeg, hij is genomineerd voor de Grote Poëzieprijs en de Herman de Koningprijs. Ik hoop Asha van harte dat je hem wint. Volgende maand hebben we weer een nieuwe aflevering. Vergeet niet te abonneren. Zet dat belletje aan. Laat een like achter. Een comment. Deel het met je peers. Deel het met je Nederlands docent. Stuur het via je werkmail. En proost. Cheers. Tot de volgende aflevering.